Hallo, ik ben Willem van voorbeter.nl en in de volgende videoles gaan we kijken naar het eindexamen VWO opgave 8. En dan hebben we een grafiekje gekregen van de zweefmolen die omhoog gaat. En we moeten aangeven wat het verloop van alfa is tijdens de verticale beweging omhoog en omlaag. Dus wat we hebben is heel snel geschetst. Eerst snelheid neemt toe, snelheid neemt af, snelheid blijft gelijk, snelheid neemt nog verder af. Snelheid komt weer op 0. Dit is de grafiek die gewoon op het examenblad staat. En dan hebben we verder nog dat we hadden een kracht omhoog. En nou ja, eigenlijk deze drie krachten, hoewel dit een beetje een schijnkracht is. Maar de hoek gaat veranderen omdat we een versnelling hebben. Dus deze kracht was normaal eerst Fz is m keer g. En dat wordt nu een kracht die gelijk is aan m keer g plus a. Dus de kracht omlaag verandert als er een versnelling is. En dat is het enige moment waarop die verandert. Dus als we dan gaan kijken naar een mogelijke grafiek waarbij we de hoek pakken tegen de tijd, dan weten we de hoek is als er niks gebeurt aan snelheidsverandering, dan is de hoek 40 graden. Als we een versnelling hebben, dus als die omhoog gaat, dan gok ik op dit moment even, als die omhoog gaat, dan wordt het geheel, dus het hangt zo, kijk het torentje, als die omhoog gaat, dan zal er een iets grotere kracht omlaag werken. Dus in het begin zal de hoek kleiner worden. Zolang we een versnelling hebben. Zolang we geen versnelling hebben, gebeurt er niks. Op het moment dat hij dan omhoog gaat en stopt met bewegen, wordt hij even iets breder. Dan zitten we op dit punt. Zodra hij dan weer verder naar beneden gaat, zal die ook weer iets breder uitzakken. Totdat hij weer op het laagste punt is. En dan wordt hij weer even tijdelijk wat smaller. Goed, dit is de uitwerking even snel beredeneerd. Gaan we nu kijken naar het antwoordenblad. Waar is hij? Daar is hij. Inzicht dat hoek alfa gelijk is aan 40 graden als snelheid constant is. Dus deze rechte lijn van 40 graden tekenen is 1 punt waard. Inzicht dat hoek alfa kleiner is dan 40 graden bij het versnellen omhoog. Dus dat hij, zeg maar, als hij omhoog gaat, dat hij dan dit doet. Is 1 punt. En dat als hij omlaag gaat, dat hij dan juist even tijdelijk breder wordt. Of als de versnelling omlaag gericht is, om het zo maar te zeggen, dat hij dan breder wordt, is ook een punt. Als je de grafiek niet als blokjes hebt getekend, hoef je dat niet aan te rekenen. Dat lijkt mij logisch, want ik had ook ergens de neiging om niet echt blokjes te tekenen, maar het een beetje, nou ja, wat meer af te vlakken, omdat er nog wat traagheid in het systeem zou kunnen zitten. Goed, ik ben Jan Willem van voorbeter.nl. Bedankt voor het kijken en later vannacht opgave 9.